Right Now. Dat is het deuntje van de Nissan Qashqai. Vroeger, jullie kennen allemaal die reclame zodat hem sprints deed en loopings. Wel, Right Here, Right Now, dat is een nieuwe reclame van de nieuwe Nissan Qashqai. Rijdt er al iemand met een Nissan Qashqai? Nog niemand? Perfect, dan kunnen jullie hem zeker gebruiken. Dus wat was er gebeurd? 2 maanden aan een stuk, dan werd er een vraag geprojecteerd op de tablet. Mensen moesten vliegensvlug naar de tablet, sms'en met het goede antwoord naar een bepaald gsm-nummer. Die moesten naar de infobalie, dat hebben jullie allemaal gedaan. Sommigen tijdens de week waren de 5e correcte en tijdens het weekend de 10e. Zo ging dat natuurlijk in zijn werking. Ja, je mocht knikken, hè, als het waar is. Dat is toch waar, hè? Ja, natuurlijk. Dat is voor de mensen die het nog niet weten, dames en heren. Want anders zijn er misschien mensen bij die zeggen, ja, maar ja, die linksen daar, volgens mij is dat de neef van de grote baas van de ringshopping. En daar in het midden, daar is iemand van Garage Servage. En rechts, wel, hé, dat is de Nollander die moet kennissen hebben bij de Albert Heijn. Zo ging het dus niet in zijn werk, dames en heren. Alles werd legaal en volledig volgens de letter van de wet gebeurd. Zo is het gegaan natuurlijk, mevrouw de grensdeurwaarder. We gaan eerst eens kijken voor ik haar op het podium roep. Ja, het is natuurlijk gemakkelijk een Nissan Qashqai. Het is een schone auto, ter waarde van 23.000 euro. Maar hoe ziet die eruit? Wel, ik ga die zo meteen presenteren. En er is nog een verrassing. We zeggen heel vaak van onze noorderburen Hollanders, dat zijn gierige mensen. Wel, vandaag bewijzen wij het tegendeel. Want deze Nissan Qashqai, die wordt gevuld met producten uit de Albert Heijn. Dames en heren, ga ik de micro geven aan mevrouw de gerechtsdeurwaarder. Dat duurde ongeveer een 3 kwartier, het reglement, hè? Dat was het. Hè? Ja. Ondertussen was spanning opbouwen, geen probleem. Voilà. Goedemiddag, ook van mijnentwege. Eerst en vooral proficiat als zijnde finalist. En ten tweede, veel succes voor straks. Wij zijn gevraagd door het ringshoppingcenter om alles in de gaten te houden. En u moet weten, ik ben een zeer strenge. Ik heb 3 getuigen mee, die zijn nog strenger dan mezelf. We zijn hier om alles in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de winnaar wel degelijk rechtvaardig zal gewonnen hebben. Shoppingmanager van Albert Heijn, kom er gerust eens bij. Geef ze een applaus aan. Want al die zakken en al die pasta en een paar specialiteiten uit Nederland, die worden nu geschonken door Ann natuurlijk. Ann, ik zal even misschien de micro geven van onze grensdeurwaarder. Ann, vertel het eens. Hoe is het allemaal gegaan de afgelopen 2 maanden? Hebben jullie dan effectief producten geselecteerd? Of hoe gaat dat in zijn werk? Wat hebben jullie allemaal meegegeven? Wat mogen de mensen verwachten van u? Albert Heijn, voor de mensen die het nog niet weten, speelt eigenlijk in op zijn een verrassend assortiment. Dus eigenlijk producten die dat je hier in geen andere winkels vindt. De Hollandse prijzen. Natuurlijk, van Garage Servage. Ik ga ook even de micro geven aan jou. Want inderdaad, ik heb ook nog gereden met een Nissan Qashqai. Is waar? Ja, ik was er zeer tevreden van. Mijn moeder rijdt er nu mee. Buiten die ene ontploffing in de motor is alles goed verlopen de afgelopen jaren eigenlijk. Ja. Maar ik zal daar niet verder over uitweiden. Het zat in de garantie nog. Voilà. Goed. Ja. Steven, leg het mij eens uit. Waarom moeten de mensen nu eigenlijk zo tevreden zijn met deze wagen? Wat is er allemaal specifiek aan deze wagen? Ja, de Nissan Qashqai is een trendsetter in de SUV-markt. Het is een fantastische wagen met een supergunstige CO2-uitstoot of vandaag de laagste is in categorie. Is supermodern, technologie is dat de top of vandaag. Het was design een prachtige wagen, meest verkochte SUV, dus ik denk dat er wel veel mensen zijn die wel graag zo met deze wagen vertrekken. Zo, dames en heren, dan mag ik eigenlijk de komende uren ja, heel veel stilte vragen, maar we gaan beginnen met de eerste vraag. En van wie krijg ik de eerste vraag? Jullie zien ook, ze worden allemaal in een enveloppe gegeven aan mij. Ook ik ken de vragen niet. Dus voor de dames, je moet geen etentjes beloven aan mij. Ik kan jullie het antwoord ook nog niet geven. De eerste vraag. Wacht, hè. Ga eens kijken. Ja. Brrr, niet gemakkelijk. Ja, de mensen achter mij. Is het klein genoeg? Je hebt al geprobeerd. Het is te klein voor mevrouw. Inderdaad. Meneer, geen verrekijker bij? Nee. En je ziet niet voldoende met de bril tot hier. Goed, dan is het bijziend. Voilà. Inderdaad. De eerste vraag voor jullie. Wat weegt er meer? 1 kilo zout of 1 kilo beton? A. Dat is hier bij mij. 1 kilo beton. Beton, heel zwaar, niet gemakkelijk natuurlijk. Of B. Beiden wegen evenveel. De tune, 13 seconden vanaf nu.
Iedereen staat in vak B. Wat weegt er het meest? Een kilo beton of een kilo, wat was het? Een kilo zout. Zijn jullie wel zeker? Beton weegt wel heel veel, hè, dames en heren. Maar natuurlijk, het klopt. Dat is een vraag vanuit het eerste studiejaar. Ik weet het nog, ik heb ze ooit nog misbeantwoord. Veel te snel, ik ben altijd veel te snel geweest. Maar het is goed gekomen, ik heb uiteindelijk ook mijn diploma. Slimme mensen hier allemaal natuurlijk, want het correcte antwoord is B. Ze wegen beiden evenveel. Goed, jullie mogen allemaal terug naar het begin. Hallo. Nog toffe mensen die hierbij komen. Ik ken heel veel mensen hier allemaal. Zeg. Zwaai, ik heb al fitnessmannen gezien. Mensen die kijken naar rocks, kinderen, mama's. Oh, super, hè, vandaag. Het wordt een gezellige namiddag. Goed, dames en heren, zijn jullie terug klaar voor de volgende vraag? Aha, jullie hebben allemaal aardrijkskunde gehad ooit op school. Vermoed ik toch, heel zeker. Jullie knikken. Dan kan de volgende vraag ook geen probleem zijn voor jullie. Welke Kortrijkse deelgemeente ontbreekt in dit lijstje? Aalbeke, Rollegem, Bellegem, Marken, Bissegem, Heulen, Kortrijk zelf natuurlijk. Wie ontbreekt nog in dit lijstje? Is dat A, Kooigem of B, Zwevegem? Vanaf nu 13 seconden. Ja, stop vanaf nu. Ik zag daar nog iemand plots van A naar B huppelen. Die zei oei oei op de valreep. Ja, mevrouw. Kiezers zijn vaak verliezers natuurlijk. Misschien voor u vandaag, misschien voor u vandaag niet. Het lijstje Aalbeke, Rollegem, Bellegem, Marken, Bissegem, Heulen, Kortrijk. Wie ontbreekt? A, Kooigem of B, Zwevegem? Wel, dames en heren, het correcte antwoord was A, Kooigem. Ja, mevrouw, kiezers zijn inderdaad verliezers vandaag. En hoe komt dat natuurlijk? Zwevegem, die regeert gewoon zelf. Die hebben hun eigen burgemeester allemaal. Was trouwens nog op de slimste gemeente of slimste, ja, op VT4. Zwevegem zat er alleen bij. Burgemeester van Zwevegem en ook die van Kortrijk zat erbij. Oh, weer een leuke. Het wordt moeilijker. Het gaat trapsgewijs en ik zie er al een paar kijken hoe het wordt moeilijker. Ja, natuurlijk. We gaan het vragen. Welke stad is gekend als de hoofdstad van de wereld? Is dat A, Londen, over het kanaal, of B, Parijs? Beetje naar ons achteruit. A, Londen, B, Parijs. Vanaf nu, 13 seconden. Oeh, la 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 la. Nu wordt het wel heel spannend natuurlijk terug. Hè. Parijs en Londen zijn alle twee grootsteden natuurlijk. Hè. Parijs, Ville d'Amour zeggen ze wel eens. De stad van de romantiek, van de liefde. Of is het toch Londen? De bowlerheads, de taxis, de dubbeldekkerbussen natuurlijk. Londen, ik denk zelfs dat Londen de grootste stad is. Tegenover Parijs bijvoorbeeld. Is het de grootste stad? Wie weet natuurlijk. Hè. Welke stad, dames en heren, zijn het de drie mensen die het juist hebben bij antwoord B of de meute van antwoord A? Welke stad is gekend als de hoofdstad van de wereld? A, Londen of B, Parijs? Het is spannend. Ik zie iedereen kijken. Niet gemakkelijk, hè, natuurlijk. Het correcte antwoord is B, Parijs. Ja, en dit verdient toch wel eventjes een groot applaus natuurlijk. Hè? Een groot applaus. We spelen eigenlijk de grote finale met drie personen.
eventjes genoten van het dansintermezzo. Ik zie jullie nog altijd stralen. We gaan door naar vraag nummer 11 of 12. 11, voilà zie. Vraag nummer 11. Welke BV, bekende Vlaming natuurlijk is dat, welke bekende Vlaming gaf vorig weekend een kookworkshop voor kinderen hier in het Ringshopping Kortrijk Noord? Was dat A. Sophie Dumont? A. Sophie Dumont? Of B. Stefanie Korevits? Voilà, zie. Eén van de drie heeft het. We hebben een winnaar. Antwoord B. Stefanie Korevits was correct. Mevrouw Belinda, kom erbij. U wordt de nieuwe trotse eigenaar van deze schitterende Nissan Qashqai. U geschonken door Servage. Natuurlijk ook in samenwerking met Ringshopping Kortrijk Noord. En die zit dan nog volgestouwd met €500 aan producten van Albert Heijn. Super. Dan verwacht ik toch wel een klein beetje. U bent een beetje geëmotioneerd. Ik kan het toch geloven, dames en heren. €23.000 en 500 is ongeveer 1 miljoen oude Belgische franken. Dat winnen iedere dag natuurlijk. En ondertussen zijn de mensen... Ja, kijk eens aan, Steven die is er ook bijgekomen. Natuurlijk de mannen van Garage Servage. Voor een zeer leuk moment, misschien voor jullie. Het allerleukste moment als familie natuurlijk. De overhandiging van de sleutel van deze prachtige waken. Bij deze, Steven, ik zal jou de micro geven. Dat mag een beetje plechtig gebeuren, hè, natuurlijk. Voilà, zie. Van harte proficiat met het winnen van deze wedstrijd. En we wensen u heel veel succes. En hopelijk kunnen heel lang genieten van deze prachtige nieuwe wagen. Hè. Oké. Alsjeblieft, gefeliciteerd nogmaals. Ja, en uiteraard, de mensen zijn aan het filmen. Ook onze man van de pers die zal een foto nemen voor de registers van het Ringshopping Kortrijk Noord, natuurlijk. Hè. Mooi lachen, jullie beste lach, die kan er toch vanaf, hè, vandaag. Ook voor u, prinses, zou wel zijn, met een nieuwe auto, zeg. Ik wil hier iedereen hartelijk bedanken voor de deelname gedurende de afgelopen maanden. Dat was eigenlijk een beetje de kerst op de taart van onze verjaardagsmaand. En ik denk dat we een heel verdiende winnaar gehad hebben. Mevrouw was de eerste hier aanwezig vandaag om deel te nemen. En ze heeft dat ook schitterend gedaan en ook verdiend. Ik dank alle deelnemers, want het was echt heel plezant. En ik wil ook Jeremy bedanken, want die heeft dat ook schitterend gedaan.